Het heeft lang genoeg geduurd. Zijn we er klaar voor, Annelies? Ja. Het nieuwe schooljaar is begonnen. I promise my wife order. Order. Heb jij een kat? Ça nous vous regarde pas. Mogen we dat toch wel verontrustwekkend vinden? To me this is confusing. Met de wereld mag je niet spelen. Chique sacochen. Donnez-moi un break. Dat was al helemaal geen succes. Welkom bij De Preek. Mijn naam is Kaar en ik kom nooit te laat. Ik kom ook nooit te vroeg. Ik arriveer altijd juist wanneer dat ik het bedoeld had. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Sinds jaar en dag uw enige vorm van geloofsbeleving. De zomer is voorbij, je moet terug naar school. En je hebt niets gedaan. Proficiat kinderen, je verdient niets. Want dat is ook wat er gebeurd is deze zomer. Niets. Helemaal niets. Neem het aan van ons. Helemaal niets. Oké, er was dit. Eerder op de avond werd Anouna de Wever door een deel van het publiek uitgejouwd. Anouna vond het een slim idee om het permanent feestje in de boiler room op Pukkelbop te onderbreken om in de handjes te klappen voor het klimaat. Dan waren er een aantal stomme en stoute kindjes die zich stout en stom gedroegen met dit als resultaat. Ja, niet. Dat is de blauwe man. Dit is geen swastika. En je bent een nazi als je dat denkt. En dan gaan we nu voor een keer beginnen met internationaal nieuws. Martien, waar gaat de reis naartoe? Eerst naar het Verenigd Koninkrijk. Ah ja, juist, dat grapje duurt daar ook al eeuwen. 3 jaar geleden stemden de Britten in een referendum. Allee, ik zat toch in de buurt. Groot nieuws is dat ons reis vervangen is door Boris B.J. Johnson. Mispakt u niet aan deze clown, want hij is slimmer dan dat hij eruit ziet. Maar goed, hoe loopt de Brexit dan onder premier BJ? Pakt u iets te drinken, want het gaat even duren. Boris Johnson wil vervroegde verkiezingen. All he's doing is running down the clock. In Londen is het parlement op non-actief gezet. Yes, October the 31st. Nog 50 dagen nu. Godsnaam, waar zijn we mee bezig? Chaos en zelfs geweld. Het Hooggerechtshof heeft de schorsing van het parlement onwettig verklaard. Void and of no effect. We want to get back to work. I strongly disagree. Heeft hij gelogen tegen haar? Ja. Death threats and abuse. I've never heard such humbug in all my life. Het loopt goed. Zeg nu een keer, Martien, wanneer is dit mopje eindelijk voorbij? 31 januari volgend jaar. Zet het niet in uw agenda, kinderen, want het gaat toch niet gebeuren. En dan gaan we nu door naar het volgende onderwerp. Ik wil hier niet meer over praten. I hate banging on about Brexit. Dan was er nog nieuws uit ver van mijn bed. In Saudi-Arabië zijn een grote olieraffinaderij en het op één na grootste olieveld van het land aangevallen. Nu hoor ik u al denken. Och, Kaar, wat kan het Midden-Oosten ons schelen? En waar je zou beter opletten? Bij benzine stijgt de prijs aan de pomp met 6 cent. Nu heb ik uw aandacht, hè. Wel, de zaak zit zo. Dit is de wereld, voorlopig nog. En dit is het Arabisch Schiereiland. Een magisch land vol olie en misogynie. Gelukkig exporteren ze enkel de olie. Nu, de aanval gebeurde hier. En Martien weet ook door wie. Houthi-rebellen in buurland Jemen hebben intussen de aanval opgeëist. Voor alle duidelijkheid, Jemen ligt hier. En als je dan weet hoe de aanval gebeurde... Met drones. Dan besef je dat het totaal niet Jemen kan geweest zijn. De afstand tussen vertrek en aanval is een ruw geschatte 800 kilometer. Maar weet jij wat het bereik is van een drone? Wij vonden het antwoord in een stukje ongerelateerd nieuws. Een drone is vooral inzetbaar binnen een afstand van 0 tot 15 kilometer. Ook al spreken we hier waarschijnlijk over een militaire drone, als het al 100 kilometer is, is het veel. Maar goed, wie zit er dan achter de aanval? Je moet het niet verzoeken. Het kan ook dat de aanval uit Iran kwam. Ah ja, natuurlijk. De eeuwige strijd tussen de Perzen en de Araben. Tussen de Soenieten en de Shiiten. Tussen kwaad en erger. Enfin, wat betekent dit nu voor ons? De olieprijs is de hoogte ingeschoten. Ach, het was te denken, hè? Het was te denken. En hopelijk heb je nu uw aandelen al gekocht, want er klinkt oorlogsgetrommel. Twitter dreigde Trump al met militaire vergelding. Ook al zegt Trump de hele tijd dat hij geen oorlog wil. I'm somebody that would like not to have war. Toch verkoopt zijn kabinet andere praat. The president has approved the deployment of US forces to the Kingdom of Saudi Arabia. Maar misschien gaat Trump de oorlog niet eens meemaken. Een impeachment tegen president Trump. Gaat Trump eindelijk afgezet worden? Is het zover, Martien? Nu is het zover. En wat heeft de oranje man nu eigenlijk mispeuterd? Trump zou een buitenlands staatshoofd, president Zelensky van Oekraïne,
gevraagd hebben naar belastende informatie over Joe Biden. Allee, ons Zelensky nog wel. En hoe ging dat dan in zijn weg? De zoon van Biden, Hunter Biden, zat toen in de raad van bestuur van het Oekraïense gasbedrijf Burisma. Oké, en wat heeft dit met Trump te maken? Nu wou het geval dat Joe Biden op dat moment vicepresident was. Hij zette Oekraïne onder druk. Ik heb het niet heel goed begrepen en ik weet niet hoe dat de wetten in Amerika zijn, maar het lijkt mij alsof dat Joe Biden moet afgezet worden. En nu we het toch over de States hebben, er is nog iets leuks gebeurd, maar jullie kennen het verhaal waarschijnlijk al. Meer dan 2 miljoen mensen hebben aangegeven dat ze vandaag een Amerikaans militair domein willen bestormen. De mop was heel tof. 2 miljoen mensen hadden op Facebook gemeld dat ze Area 51 gingen bestormen. Zoals echte ninjas gingen ze lopen gelijk Naruto. Borst vooruit, armen achteruit. De enige manier om sneller dan een kogel te lopen. Er was helaas geen 2 miljoen man. Maar de bestorming moest wel gebeuren. Rachel Nevada at 6:30. Het schrik voor het leger werd de bestorming omgevormd tot een festival van 3 dagen met 3 podia. Er is 1500 man op afgekomen. Het internet heeft een felle bek. En nu we het toch over het internet hebben, stop de persen! Op sociale media circuleren massa's filmpjes waarin katten de hoofdrol spelen. Ik ben blij dat de redactie eindelijk I Can Has Cheeseburger heeft ontdekt. En dan nu nieuws van eigen bodem, allee, eigen strand. Zo klinkt de soundtrack van de zomer van 2020 in Knokke-Heist. Vanaf volgend jaar mag er in Knokke-Heist geen muziek meer gespeeld worden op het strand. Dit fossiel komt u uitleggen waarom. Het zijn geen nightclubs op het strand. Dit is Leopold Lippes, de mens genoemd naar de echtste koning die dit land ooit gekend heeft. Hij is een telg van de ultra-rijke familie Lippes, zij die hun geld verdiend hebben door de Congo uit te buiten. Leo wil geen muziek op het strand, hij wil plaatsen waar de mensen gezellig iets kunnen drinken. En dat zal in stilte moeten gebeuren. Klaarblijkelijk heeft Leo nooit de derde acte van Footloose gezien. Eerder deze maand was er nog nieuws over de RTT. Het gerecht heeft vandaag op meerdere plaatsen huiszoekingen verricht in verband met Dominique Leroy. Leroy, die CEO is van Belgacom, heeft aangekondigd dat ze het schip zal verlaten voor het Nederlandse KPN, wat dat overduidelijk een concurrent is. Alsof dat niet stout genoeg is. Een maand voordien verkocht ze voor 285.000 euro aandelen van Proximus. Als het op aandelen en wisselkoersen aankomt, dan ben ik geen held. Daarom vroeg ik hulp aan mijn financieel adviseur. Dominique Nick Leroy, die zegt, oh, ik wist nog maar pas dat ik CEO ga worden bij een Nederlandse grote concurrentiële firma. Die wist dat al lang natuurlijk. Maar het veel ergere is de Chevin van Arco. Ja, maar wacht, dat heb ik nog niet uitgelegd. De kinderen weten dat nog niet. Dus Arco, nu beweging.net, is een holding die miljoenen heeft scheefgeslagen van dienstcoöperanten. De coöperanten slepen hen nu voor de rechter, maar... Maar nu komt Arco zelf met de eis om een vergoeding. De zakzetters willen de gedupeerden nu nog meer in het zak zetten. En niet voor een te minne som. 5.500 euro voor elk van de 2.200 aanklagers. Oké, is iedereen nu mee? Dokter, wat vind jij van madame Arco? Die scheidt op 800.000 mensen hun kop. Daarna vraagt ze dat die mensen haar gat aflikken en dan eist ze dat de mensen zeggen dat het naar peperkoek smaakt. Dank u. En dank u wel voor dit financieel advies. En dan komen we nu bij helaas het belangrijkste nieuws van deze aflevering. Overal ter wereld kwamen en komen mensen vandaag op straat voor een beter klimaatbeleid. De klimaatprotesten zijn terug, kinderen. En deze keer zijn ze helemaal globaal. Dit zijn beelden uit New York. Ha, dat is goed. Nu mogen die cowboys het oplossen. Ook in Brussel was er een klimaatbetoging. Verdomme. We zijn er nog niet vanaf. Om uw geheugen te verfrissen, dit zijn pubers die niet naar school willen gaan en meer is daar ook niet aan. Ze maken zich nog altijd zorgen na een zomer met hittegolven in eigen land. Het was wel heel warm van de zomer, dus bekeken we dit eens van dichterbij. Wim? We beleven de derde officiële hittegolf van deze zomer. 3 hittegolven in 1 zomer? Is dat zo uitzonderlijk? Dat is uitzonderlijk. Ja, maar Frank, zijn nu een keer eerlijk tegen mij. Is dat niet nogal gebeurd? We hadden er weliswaar 4 in 1947. Toen waren de boomers nog niet eens aan het uitstoten. Het probleem met het klimaat is nu verwaterd in totaalloze hysterie, zoals Christine illustreert. Er moet snel actie worden genomen. En soms leidt het zelfs tot kindermishandeling. Ik ben zo boos dat ik 2 keer moet zorgen.
Tijdens de slechtste cosplay dat ik ooit al gezien heb. En nu we het toch over kinderen hebben, hoe is het nog met onze grietjes? Voortrekkers Anouna de Wever en Kira Gantua liepen niet meer samen voorop. Oh nee, zijn de vriendschapsbandjes doorgeknipt? Ik ben nog steeds mijn reden YouTube Climbers opgestart. Ik vind het heel jammer wat er is gebeurd natuurlijk. Ja, maar wat is er dan gebeurd? Kira is stafgetrapt, zoals we het horen kregen in Vandaag, een programma met nieuws uit de morgen van gisteren. Ze zei, er wordt enkel naar de mening van Anouna geluisterd. En ze had gelijk, want zelfs de lange wapper naast Anouna bevestigt het. Het is een one-man show. Maar er was ook een politiek kantje aan de zaak. Het feit dat ze voor N-VA had gestemd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, dat jullie haar dat kwalijk hebben genomen, klopt dat? Dat je mensen een politiek afkeurt op persoonlijk vlak tot daaraan toe. Maar op professioneel vlak zou ik het afraden. Zeker als je pretendeert een pluralistische beweging te zijn. Ik wist het eigenlijk niet. Ja, Anouna. Dat zeiden de Duitsers ook. Maar laten we eerlijk zijn, Anouna doet er niet toe. De echte Jeanne d'Arc van de klimaatstrijd is dit nachtkastje van de IKEA. Greta Thunberg. En geloof het of niet, zij mag spreken voor de Verenigde Naties. De Zweedse activiste Greta Thunberg deed een opvallend boze en emotionele uitval naar de wereldleiders. Greta gaf deze hate speech in het Engels met een licht accent. Daarom zal ik het voor u vertalen in het Vlaams. This is all wrong. This is niet juist. I shouldn't be up here. Ze zou daar niet moeten zitten. I should be back in school on the other side of the ocean. Ze moesten zien op school zitten aan de andere kant van het zeetje. Maar goed, dit is dan de moment waarop ik door had dat ze het niet zelf geschreven had en dat hier duidelijk een politieke ideologie achter zit. All you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. En dit is de moment waarop ik volledig ben gestopt met luisteren. How dare you? Nee, hoe durft jij een emotioneel argument te brengen binnen een redelijke discussie? En wat scheelt er toch met dat publiek? Dit is nog steeds de VN. En dat publiek gedraagt zich alsof dat ze Jon Bon Jovi is. Dit is de absolute dood van het decorum. Laten we voor alle duidelijkheid niet vergeten dat klimaatverandering een werkelijk probleem kan betekenen voor deze wereld. Dus we doen er beter aan te investeren in technologische vooruitgang dan te luisteren naar meisjes die expert zijn op geen enkel gebied en duidelijk gestuurd worden door een politieke ideologie. Als we hier niet opletten, belanden we in een sociale dystopie. Whether you like it or not. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Iran is stout, steek ze in de noek. 2. Klimaatsverandering lossen we op met technologie, niet met hysterie. 3. De aliens liggen nog steeds begraven in Alamo Gordo. Hartelijk dank om alweer te kijken naar deze scheidshow. Abonneer, like, deel of doe het niet, kan mij niet schelen. Ik zie u graag een volgende keer terug. En ik laat u nog met dit. Mary fuck kill. Kira, Anouna, Greta.